We kennen het allemaal, de blok. Ik ga jullie laten zien hoe je een pizza maakt sneller dan dat de pizzabezorger zelf een pizza kan afleveren. Hier is de panpizza. Oké, we beginnen eraan. Ik ga beginnen met een shallotje fijn snijden, prei en een teentje look. Door die groenten fijn te snijden gaan die ook heel snel garen, waardoor we weer tijd winnen. Ook. Voilà, ik heb een pan op het vuur staan, die staat al warm. Redelijk wat olijfolie. Alle ingrediënten erin. Kruiden met peper en zout. Ondertussen ga ik de spread maken voor op de bodem van de pizza. Dat is met ricotta, roomkaas en parmezaanse kaas. Peper en zout. Goed mengen. De groentjes zijn klaar. Op de plank om gewoon afwas een beetje te sparen. Nu gaan we in dezelfde pan kant-en-klaar pizzadeeg zo afbakken op een middelmatig vuur. Voilà, de pizza heeft 3 minuten op een middelmatig vuur gegaard. We gaan die nu omdraaien en nog 2 minuutjes laten verder garen. Jabla! Voilà, dus die pizza zit mooi bruin. Dat is wat we moeten hebben. We gaan nog een klein beetje olijfolie op de groentjes doen en op onze spread. Nu gaan we de pizza terug omdraaien en gaan we hem beleggen. De prei, de shallotjes erop. Klein beetje doperretjes, dat is extra, uit de vriezer. Klein beetje mozzarella. Basilicum is erop. En nu is het belangrijk dat we gaan afdekken met aluminiumfolie, zodat je eigenlijk warmte krijgt langs boven, dat die kaas kan smelten. Zo laat nu 5 minuutjes smelten en dan is het klaar. We zijn bijna 13 minuten verder. We gaan de pizza eraf halen en we kunnen eten. Pizza in minder dan een kwartier klaar. Vegetarisch weliswaar, daar mag kip op, daar mag vlees, wat je wilt. Maar ik heb hem graag zo. Smakelijk. Een goed krokant.